De Investment Roundtable Discussion is gisteren de eerste officiële activiteit geweest van de CARICOM Saoedi-Arabië Summit. Daarbij hebben de verschillende leiders overleg met vertegenwoordigers uit de private sector gehad op het gebied van olie en gas, energie en investment banking. President Chandrika Prasad Santokhi gaf los van de olie- en gasmogelijkheden ook aan dat Suriname de mogelijkheid heeft om op grote schaal aan landbouw te doen en grote potentie heeft wat betreft de carbon credits. Verder heeft president Santokhi ook een ontmoeting gehad met Adel Ahmed Al-Jubeir, de minister van de Staat van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië. Hij heeft Suriname meerdere keren bezocht en is daarom bekend met de diverse stakeholders in Suriname. De president kijkt er naar uit om samen met de diverse investerings- en ontwikkelingssamenwerkingen te versterken met Saoedi-Arabië.